Hallo, mijn naam is Sandra en ik ben actief bewerker op de Nederlandstalige Wikipedia. Ik ga jullie in dit videootje vertellen hoe jullie een beginnetje of eigenlijk een heel kort artikel op Wikipedia makkelijk kunnen uitbreiden. Wat je daarvoor nodig hebt. Dit is echt een video voor beginners. Ik sta nu op het artikel Hermine Moquet. Dat is eigenlijk een vrij korte biografie van een mevrouw die eind 19e, begin 20e eeuw archivaris was in Rotterdam. Het artikel is echt niet lang, er staat een beetje basisinformatie over haar, haar geboortedatum, sterfdatum, een beetje over haar studies en over haar werk, maar echt niet veel. En er valt eigenlijk veel meer over haar te vertellen. En dat kan je doen in dat Wikipedia-artikel. Wat heb je daarvoor nodig? Ten eerste, hier zie je, mijn bijnaam op Wikipedia of mijn gebruikersnaam is Spinster. Ik ben ingelogd op Wikipedia. Nu, je hoeft niet in te loggen om op Wikipedia inhoud te bewerken. Je mag ook gewoon anoniem bewerken. Dan wordt jouw bewerking eigenlijk bijgehouden onder het nummer van jouw computer. Jouw IP-adres heet dat. Maar het is eigenlijk wel handig om een gebruikersnaam aan te maken. Gek genoeg ben je dan meer anoniem. En andere gebruikers kunnen jou dan makkelijker persoonlijk aanspreken. Dus dan ben je niet een nummer, maar een naam. Je mag gewoon een pseudoniem gebruiken. Dus het is eigenlijk best wel handig om een eigen gebruikersnaam aan te maken. Daarvoor vind je hier, als je nog niet ingelogd bent, een knopje registreren. Dan kan je een gebruikersnaam aanmaken. Nou, stel nu dat je ingelogd bent, zoals ik, dan kan je naar deze pagina kijken. Je kan dat ook doen als je niet ingelogd bent, uiteraard. En wat moet je nu doen om deze pagina uit te breiden? Nou, het eerste wat je eigenlijk nodig hebt om een Wikipedia-artikel te maken voordat je gaat schrijven, dat is, je hebt bronnen nodig. Dus je kan niet zomaar uit je hoofd, met informatie die je zelf in je hoofd hebt, een Wikipedia-artikel schrijven. Het is eigenlijk een van de basisafspraken op Wikipedia, op de Vrije Encyclopedie, dat alles wat in een artikel staat, dat je dat moet kunnen checken, dat je dat moet kunnen verifiëren in externe bronnen. En liefst zijn die externe bronnen zo betrouwbaar mogelijk. Dus je hebt eigenlijk externe websites, boeken, tijdschriften, artikelen nodig om dit artikel te kunnen schrijven. In dit geval hebben we geluk, want als je even verder scrolt in het artikel, dan zie je dat er al een kopje publicaties is. Dat zijn eigenlijk boeken die geschreven zijn door Hermine Moquet zelf. Dat is eigenlijk al een interessant rijtje, dat kunnen we gewoon laten staan. Maar daaronder, onderaan het artikel, dat ga je vaak terugvinden, vind je bronnen, noten en referenties. En daarbij zie je bijvoorbeeld dat Hermine beschreven staat in het dikke boek 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Daarin heeft ze een kort biografietje. En daarnaast heb je ook een aantal websites waar iets over haar geschreven staat. Waaronder het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Nou, ik ga nu even in een nieuw tabje deze link openen van het Digitaal Vrouwenlexicon. Dat is een hele betrouwbare website. Het wordt bijgehouden door het Huygens Instituut. Dat is echt een onderzoeksinstituut wat heel betrouwbare geschiedkundige informatie bijhoudt. Dus dat is echt een hele betrouwbare bron die je zeker mag gebruiken om een Wikipedia-artikel mee aan te vullen. Dus wat je dan kan doen is eigenlijk even nalezen wat er over haar geschreven staat in deze bron. Er staat eigenlijk heel wat nog niet in het Wikipedia-artikel vermeld is, namelijk, ze is een van de eerste vrouwen die in Groningen gepromoveerd is. Dus ze is eigenlijk een van de eerste promotiestudentes in Groningen, dat is heel interessant om te vermelden. Ze heeft een proefschrift geschreven over Betje Wolf en Aagje Deken. Ze was archivaris in Rotterdam. Maar wat nog niet in het Wikipedia-artikel staat, maar wel interessant is, is het feit dat ze het eigenlijk nooit tot hoofdarchivaris geschopt heeft. Dus ze was eigenlijk heel vroeg een van de eerste vrouwelijke archivarissen in Nederland. Maar dat was op een moment dat men eigenlijk het nog niet zag zitten om een vrouw echt als hoofd te benoemen. En dus ze heeft eigenlijk nooit echt die hoogste functie bereikt. Nou, dat soort dingen is interessant om te vermelden op Wikipedia, mits je naar deze bron verwijst waar dat beschreven staat. Je kan altijd nog meerdere bronnen opzoeken. Hoe meer bronnen, hoe beter. Dus je kan gewoon Google gebruiken om nog meer bronnen op te zoeken. Je kan in de bibliotheek boeken openen, lezen over haar leven en ook die bronnen gebruiken. Wat is er nu nog belangrijk bij dat gebruiken van die bronnen? Enorm belangrijk is, neem nooit, ik leg de nadruk er nog een keer op, neem nooit teksten letterlijk over. Waarom is dat? Omdat dat auteursrechtschending zou zijn. De tekst die hier staat is eigenlijk auteursrechtelijk beschermd.
Als je goed kijkt, gaat er ergens op de pagina ook een copyright berichtje staan, copyright en citeren. Ga ervan uit eigenlijk alles wat je op internet vindt, tenzij anders vermeld, is auteursrechtelijk beschermd. Er hoeft geen copyright teken op te staan, het is gewoon altijd auteursrechtelijk beschermd. Wat iedereen ooit schrijft tijdens zijn leven is gewoon standaard auteursrechtelijk beschermd. En dat mag je niet zomaar in andere bronnen letterlijk overnemen. Korte citaten zijn soms mogelijk, maar je moet dat dan echt als citaat niet doen. Dus als je echt een langer artikel gaat schrijven, herschrijf het in je eigen woorden. Dat moet echt, en als je dat niet doet, dan gaat jouw inhoud die je toevoegt op Wikipedia gaat gewoon weggehaald worden. Dus echt, luister naar me, geloof me vrij. Ga altijd stukjes informatie die je gebruikt, ga die herschrijven. Oké. Nou, ik heb dat duidelijk genoeg gezegd. Jullie gaan vast naar mij luisteren. Heel goed. Nu ga ik gewoon aan de slag. Ik ga haar artikel een beetje uitbreiden. Voor het schrijven en bewerken van Wikipedia heb ik nog een extra tip. Speciaal voor beginners, maar ook voor ervaren gebruikers. Als je kijkt, zie je hier dat ik hier twee linkjes staan heb. Ik heb zowel een linkje bewerken als brontekst bewerken. Als je nog maar pas begint te schrijven op Wikipedia, zie je waarschijnlijk maar één linkje en dat is bewerken. Als je daarop klikt, ik klik nu bij mij op brontekst bewerken, maar jullie gaan klikken op bewerken, dan krijg je eigenlijk heel veel code te zien. Die code is niet gigantisch ingewikkeld, een beetje ingewikkeld, dat is wikicode. Dat leer je eigenlijk vrij snel, maar dat is eigenlijk de code waarmee Wikipedia-pagina's opgebouwd worden. Nu is er sinds een aantal jaren een manier om Wikipedia te bewerken die eigenlijk veel vlotter en makkelijker is. Eigenlijk bijna een beetje alsof je een Word-document redigeert. En dat kan je aanzetten in je voorkeuren. Dat kan je alleen maar doen als je ingelogd bent. Ga je naar je voorkeuren. Je hebt ook een kopje beta, maar ik klik nu even op voorkeuren. En dan ga je naar de beta-functies. En dan kan je daar een aantal dingen aanzetten. Het ding wat je zeker moet aanzetten om deze functie in gang te zetten, is visueel bewerken. Die moet je aanvinken. Dan zeker niet vergeten, helemaal naar beneden scrollen. Niet vergeten, want anders werkt het niet. Opslaan. Zeker op die knop opslaan klikken, want anders vergeet hij het. Nou, nu heb je ook die speciale functie aangezet om pagina's op de WYSIWYG manier of what you see is what you get, op de Word manier te bewerken. Nu keer ik even terug naar het artikel waarmee ik bezig was. Hermine Moquette, daar is ze weer. En dan kan je nu op bewerken klikken en dan krijg je nu geen code, maar eigenlijk, ga je even een balkje krijgen, kan je gewoon in het artikel gaan typen. In dit geval, ik ga even dit beginnetje even een heel klein beetje uitbreiden. Je kan het zo uitgebreid en zo klein houden als je wil. Je mag zelfs maar één letter toevoegen of veranderen. Je mag een spelfout corrigeren. Je kan een zin toevoegen. Maar je mag ook dat hele artikel herschrijven. Op Wikipedia kan iedereen bewerken. En je kan dat echt heel beperkt houden. En je kan dat zo uitgebreid doen als je wil. Ik ga één feitje toevoegen. Namelijk dat ze een promotiescriptie geschreven heeft over Betje Wolf en Aagje Deken. Dus eigenlijk wat hier staat, ga ik, zoals ik eerder zei, niet letterlijk overnemen. Maar dat ga ik in mijn eigen woorden herschrijven. Dat ze dus een promotiescriptie geschreven heeft over de invloed van de 18e eeuwse Engelse romanschrijver Samuel Richardson op het werk van Betje Wolf en Aagje Deken. Dat ga ik nu in dit artikel zetten. Dus er staat nu, ze was gepromoveerd in de letteren in Groningen. En wat schrijf ik dan in mijn eigen woorden? Met een proefschrift over de invloed van Samuel Richardson op het werk van Aagje Deken en Betje Wolf. Zo. Wat ik dan ook nog kan doen, wat typisch is voor Wikipedia, is dat je heel veel van die linkjes ziet, blauwe linkjes. We noemen dat Wikilinks en een artikel moet die hebben. Dat hoort er eigenlijk een beetje bij. Op Wikipedia zijn alle artikelen aan elkaar verbonden en dan kies je eigenlijk die dingen die soort van interessant zijn om nog wat verder informatie over te lezen. Bijvoorbeeld in dit geval de Britse schrijver Samuel Richardson. Ik schrijf er ook nog even bij dat hij een Britse schrijver is.
op het werk van een Aagje Deken en Betje Wolf, kan ik natuurlijk ook wikilinken. Nederlands schrijfster en Betje Wolf ga ik ook linken. Dat doe je met dat ketting-icoontje. Nederlands schrijfster. Zo, nu heb ik het artikel een beetje uitgebreid. Dit zinnetje wordt vermeld in dit artikel op het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Dat staat hier, het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Nou, als ik dan echt heel correct ben, het staat al elders gelinkt, dan ga ik er nog een voetnoot toevoegen. Dan, wat ik dan doe is hier, ik heb de voetnoot al eerder gebruikt, dus ik kan hem hergebruiken. Het gaat om deze voetnoot. Je kan ook nieuwe voetnoten aanmaken, dat gaat eigenlijk vrij makkelijk. Dan doe je citeren. En dan automatisch, de automatische functie is eigenlijk heel prettig, daar kan je gewoon een URL, een webadres in plakken. En meestal gaat hij dan gewoon vanzelf wel informatie daarover vinden. Ik ga nu even deze nog opnieuw doen, gewoon om te tonen hoe dat werkt. Aanmaken. En dan moet je even nadenken. En dan krijg je eigenlijk een basisvoetnoot. Je kan die dan daarna nog veranderen. Nou, dat doe ik nu even niet. Maar dit is eigenlijk een tip die ik wil geven. Dus met deze visuele tekstenwerker, zoals we dat noemen, kan je eigenlijk heel makkelijk via de citeren-knop voetnoten toevoegen. En hoe meer je dat doet, hoe beter. Nou, ik laat even deze voetnoot staan. En ik zeg wijzigingen opslaan. Nou, wat dan eigenlijk goede praktijk is, is even voor de andere gebruikers van Wikipedia duidelijk maken wat je gedaan hebt in je pagina. Wat ik nu doe bij de samenvatting, schrijf ik even heel kort op wat ik in dit artikel toegevoegd heb. Ik heb toegevoegd informatie over proefschrift. Toegevoegd. En je kan dan ook nog het vinkje aanzetten, deze pagina volgen. Wat dat dan eigenlijk betekent is, als je ingelogd bent, dat je dan een eigen volglijst hebt. Een beetje zoals je Facebook-feed zou je dat kunnen noemen. En dan kan je eigenlijk bij die volglijst bijhouden of andere mensen ook nog dingen aan dit artikel veranderen. Ik zeg wijzigingen opslaan en ik heb het Wikipedia-artikel bewerkt. Dus op die manier kan je een beginnetje uitbreiden. Dat mag heel klein zijn, je mag één zin toevoegen, maar je mag ook helemaal losgaan en een heel artikel verder uitbreiden met extra paragrafen, kopjes. Voel je vrij en ga je gang, is een van de motto's van Wikipedia. En daartoe moedigen we je ook heel erg aan. Mits je uiteraard bronnen gebruikt, zoals ik eerder zei, en uiteraard ook, wat ik daar straks ook al benadrukte, niet letterlijk tekst uit andere bronnen overneemt. Veel plezier en succes op Wikipedia.